Sanne Verstegen, indoor kampioene, 400 meter. Die hadden we nog niet. Die hadden we nog niet, dus ja, mooi, super. Tijd was ook vrij aardig, dacht ik. 54-28 heb ik zo snel even kunnen opschrijven. Ja, zoiets. Was, ik dacht 24, maar het zat er bij in de buurt zitten. En ja, voor indoor is dat een mooie tijd natuurlijk. Dus tweede tijd nu die ik uit indoor heb gelopen, dus ja, tevreden. Je had al een heel mooi zomerseizoen. Dubbel kampioenen. Gaat dat vandaag ook nog gebeuren? Nee, voor de 400 meter indoor. We moesten gisteren series halve finale. Nu finale, ja, wordt een beetje veel. En verder, ja, overige afstanden zijn op dit moment zulke goede atleten. Dat zit er niet in. Maar ja, mooi genoeg. Je hebt een goede race gelopen eigenlijk vanaf het begin. Kun je het even een beetje nog terughalen hoe het gegaan is? Ja, ik wist gewoon dat ik hard moest starten. Vanuit baan 6, je hebt niemand voor je, dus je moet je eigen race lopen. Toen zat in baan 5 Marit volgens mij vlak naast me bij het uitkomen van de bocht. Toen dacht ik, ja, even aanzetten. En ja, dan kom je, het zijn natuurlijk hele hoge bochten hier zo, dus je komt vrij hard die bocht uit. En daarna, ja, gewoon doortrekken. En het laatste stukje niet nadenken, been optillen, dat is het enige wat je moet doen. Je liep in baan? In baan 6. Het is toch een lastige baan, heb ik me laten vertellen. Ja, zeker hier in Apeldoorn. Normaal gesproken zeggen ze dat dat de beste baan is indoor, omdat hij wat vlak loopt. Maar hier, het is net alsof je een heuvel op moet klimmen, gewoon die eerste bocht. Dat is niet normaal, maar ja, doet er niks aan. Nee, je doet er niks aan. Toch is het een beetje raar, hè? De baan is goedgekeurd en dan, ja, dan kijkt men er schijnbaar niet meer naar. Nee, ja, er zal wel een reglement voor zijn. Het zal net binnen de grenzen vallen, ja. Moet maar, je moet het ermee doen. Ik neem aan dat je nog wat meer indoor wedstrijden hebt gelopen. Kun je een beetje verschil aangeven tussen banen? Ja, bijvoorbeeld, ik heb dit jaar eigenlijk 3 goede indoorwedstrijden gelopen in Luxemburg. Dat was een baan, ja, daar zit het publiek ook wat dichter op de baan, er zit geen wielerbaan omheen. En het loopt allemaal iets vlakker. En die week toch op benen, waar ik ook mijn PR nu heb staan. Ja, dat is, daar heb je bijna niet door dat, dat het iets stijgt in Maaszet. Het is zo vlak en het is zo lekker lopen. Dus ja, ja, het verschilt echt, maar ja, je moet het ermee doen. Is het iets waar je in je race ook moet je daar ook gewoon je loopstijl op aanpassen? Nou, wat dat betreft ik niet. Ik kan me voorstellen dat als de mannen lopen, zeker om 200 meter, dat die er echt wel op moeten letten. Maar ik ben natuurlijk niet heel erg groot, dus ik heb er niet zo last van als de bocht wat krapper is. Dus ja, je moet er wel over nadenken dat je wel echt aanzet de bocht in. Dat je weet dat je heuvel op gaat, bij wijze van spreken. Maar verder, ja, je kan er toch weinig aan doen. Nou ja, buitenseizoen. Voor veel atleten is er dan een EK. Is dat iets wat bij jou nog in je bereik ligt? Nou, heel stiekem hoop ik er wel op. Ik bedoel, op de 400 horden dan, de internationale limiet van 57-80, die was heel mooi, dus daar was ik blij mee. Maar toen kwam Nederland met een limiet van 55-98. En daar zit ik met mijn 57-39 best wel ver vandaan, 1,5 seconde, het is veel. Maar vorig jaar heb ik mijn PR met 2,5 seconden verbeterd, dus ja, wie weet zit het erin. Hard trainen en gewoon ervoor gaan, dat is het enige wat ik kan doen. Je ziet er weer gelukkig uit. Ben ik ook zeker. Dankjewel. Dankjewel.